Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag schijnt de zon flink. In de loop van de dag trekken er vanuit het zuidwesten wat hoge wolkensluizen over. En er gaan ook een paar stapelwolken zich ontwikkelen, maar het blijft overal droog. Halverwege de ochtend is het al ruim boven de 20 graden en vanmiddag wordt het uiteindelijk een zomerse 25 graden op de Waddeneilanden en een tropische 30 of 31 graden in het zuiden van het land. De wind is meestal zwak uit oostelijke richtingen. In de kustgebieden kan de wind op een gegeven moment van zee gaan waaien en voor wordt verkoeling op de stranden zorgen. Vanavond blijft het ook nog lange tijd warm. De wind houdt zich rustig en er is een afwisseling van zon en wolken. Morgen verandert dan wel wat in het weerbeeld. We zien veel meer wolken en in de loop van de dag kan er verspreid een enkele regen- of onweersbui vallen. Het is nog wel warm, zo tussen de 24 en 29 graden. De wind draait naar het westen. Op woensdag en donderdag een middagtemperatuur rond de 26 graden. Op de meeste plaatsen is het weer droog en zeker ook op vrijdag, misschien een enkel buikje in het zuiderdam. Middagtemperatuur dan tussen de 24 en 29 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl